En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Pixelmon op Biotown. Wij zijn jullie gastheren. Rick en Jordi. Rick en Jordi. En deze serie wordt vanaf nu door de week dagelijks. Toch, Rick? Oh, echt? Ja, echt. Dat zeg je nu. Dat zeg je nu, Jordi. Oh, sorry. Dat hebben wij nu besloten, dus dames en heren. Er komt dagelijks Pixelmon bij jullie op Biotown. Gewoon kaart op je beeldbuis. De Rick, dat is toch geweldig? Ja, ik dacht eigenlijk zachtjes op je beeldbuis, maar oké. Ja, nee, keihard, net zoals mijn penis. Jordi. Maar laten we eerst naar de intro toe gaan. Ja, intro. Ja, Rick, zeg het eens. Ik wil eigenlijk wel een keertje naar boven, want mijn Pokémon is dood. Die van mij zijn... Oh nee, ik heb nog een Squirtle die leeft. En ik dacht, als we nou gewoon van deze spinnenspanner hier zeg maar een XP-farm kunnen maken, dat zou wel cool zijn. Aangezien deze hele dungeon zit vol met spinnenfarmen, die zouden we aan elkaar moeten linken met wat water voor een XP-farm. Mm-hmm. Ja, maar dat zou cool zijn. Ik dacht dat ik spinnen had uitgezet. Wacht even, maar zo hoor je die muziek? Hoor je die muziek? Ja, je hebt muziek, je hebt extra muziek. Hoi, mooi. Wacht even, ik moet heel eerlijk zijn, deze beesten mogen niet horen niet te spawnen, zeg maar. Maar gast, die muziek is mooi. Peaceful. Hoor je de muziek, Jordi? Nee, ik hoor de muziek niet. Dat is muziek die jij alleen hoort op dit moment. Ik hoor muziek met hele mooie panfluit erin. Ja, dat is de Pixelmon muziek. Die is random, zeg maar. Net zoals de normale Minecraft muziek. En ik had Jordi net een verhaal vertellen. Toen zei Jordi, bewaar het maar voor de video. Oké, wacht even. Ben ik klaar voor? Nee, wacht even. Hoe sloot je ook weer je... Want mijn Pixelmon interface zit een beetje in de weg. Oké. Ja, ga maar. Vertel maar verhaal. Nou, mijn eigen dorpje Schagenbrug was dus gisteren gewoon in Ponyus. Ja. Ponyus van maandag, voor de mensen, want dit wordt natuurlijk woensdag weer uitgezet. Nou moet je een vraag gaan stellen, joh. Ik dacht, jij zegt, ik ga een verhaaltje vertellen. Nou, oké, vertel. Nee, jij moet nu geïnteresseerd zijn. Waarom was jouw dorpje dan? Oh, oké, wacht. Doe het even opnieuw dan. Doe even... Mijn eigen bloedeigen dorpje Schagenbrug was dus gewoon in de Ponyus van maandag. Nee, echt waar? Ja, echt waar. Waarom? Nou, ze willen een het gemeentehuis gaat zeg maar dicht hier, want wij zijn gefuseerd met de gemeente Schagen. Oh, dus je bent geen... Dat is gemeente Sijpen, kleine Schagenbrug, dat wordt nu gefuseerd met Schagen. Mm-hmm. En nu willen ze het oude gemeentehuis staat te koop en daar willen ze nu een polencentrum van maken. En wie? Een polenhotel, zeg maar. Een polenhotel? Ja, en daar gaan 200 Polen in wonen. Bestaat dat echt? En dan denk je dus, wat is daar zo erg aan? Nou, het dorpje waar ik in woon, woont maar 2000 man. Dus op het moment dat er 200 Polen inwonen, is in één keer 10% van de populatie van dit boerendorpje zijn Polen. Ja, maar bestaan Polenhotels echt? Polenhotels. Die mensen gaan een bolle pellen, dan gaan ze allemaal in een busje en dan gaan ze terug naar een hotel en dan gaan ze bier drinken. Wauw, dat... Waar, wat? Ik zie geen logica. Ja, weet je, Polen, die willen gewoon samen zijn. En dan lekker bier drinken en verdrinken. Want dat waren een paar Polen verdronken, toch? Wat? Waren er een paar Polen? Nou, eigenlijk nieuws, de zomervakantie, wij hebben Polen werden allemaal dronken en dan gingen ze zwemmen en dan verdronken ze. Oh, dat is hun rot schuld, niet die van mij. Ja, precies. Maar nu willen ze dus een Polenhotel. Maar dat is 10% van de bevolking van ons dorpje dan wordt dan Pools. En ja, iedereen is het tegen eigenlijk. Ja, dat kan ik begrijpen. Ik bedoel, het is jullie dorpje, niet van hun. Ja, precies. En ik wou dus naar Schagen fietsen, naar het dorpje ernaast. En toen zag ik in één keer mensen van Ponyus met een microfoon door de straat rennen. Dacht ik, wat de fuck is dit nou weer? En toen zat je zo van, hey, serpentjes, dit is Rick van Super Gameplay. Ja, Gameplay, doe mij in Ponyus, ik ben belangrijk. Nu we het toch over Ponyus hebben en zo, en echt over iets kuts. Hoe komen we hier weg? Ja, inderdaad. Ik heb een trap gemaakt hier waar ik nu ben. Oh, oké. Jij bent dus ergens mee bezig. Want ik liep echt al helemaal rond de dingen van, hey, wat moeten we doen? Ja, ik heb echt geen idee hoe je verzuild geraakt, Jordi. Heb jij torches bij? Want het is vooral doggel donker. Ik heb er 5. Ik heb er net 5 gemaakt. 5 torches? Nice! Maar ik had zeg maar ook diamonds gevonden. En daar heb ik net een diamond pickaxe van gemaakt. Dus ben nog een beetje op zoek naar andere diamonds. Dus ik ga een beetje proberen om te onthouden waar ik vandaan kom. Dan graaf ik wel naar boven. Dus hoe moet ik markeren voor je waar de tunnel is? Hoe gaan we dat doen? Kun je geen dingen zetten met een... Onthoud je waar de furnace is? Ja, daar staat hij bij ongeveer. Oh, oké. Ja, dan weet ik ongeveer waar het is. Ja, je kan het niet markeren. Dit is geen Tekkit, nee. Nou, jammer. Dat vond ik wel echt een van de beste dingen van Tekkit. Die echt in gewoon Minecraft moeten kunnen. Die landmarks. Ja, maar dan wel met een normale map, zeg maar. Dus dat je een normale map kan hebben en wat dan ook. Wat zo'n map rechtsbovenaan vond ik gewoon een beetje cheaten. Maar om weer terug te komen op Polo Hotel, ik vind eigenlijk dat Banjo dan ook gewoon een Polo Hotel moet krijgen. Het Banjo Polen Hotel. Weet je wat ik eerst dacht dat je zei? Het Polo Hotel. Polo Hotel. Dus dat iedereen dan zeg maar zo'n polootje aan heeft. Ja. Een roze polo. Met zo'n krokodil erop. Dat is een echt Banjo Town, niet zo'n Polo Hotel, weet je. Het zou toch cool zijn als wij met Banjo daar gewoon een heel hotel kopen en dan in gaan wonen met z'n allen. En dan noemen we het Banjo Town Headquarter.
Ja, of gewoon een Polo Hotel. Maar die naam nou van gestolen. Het Polo Hotel zonder Polen. Het Polo Hotel zonder Polen. Dat zou een fucking baas zijn, Rick. Maar hoe komen we aan het geld? Oh, wacht, ik heb een idee. Oh, hallo, Siel. Ik heb een idee. We doen gewoon een Kickstarter project. Ja, een Kickstarter. Dan kunnen mensen doneren. En dan... En dan als je dan 10 euro doneert, dan krijg je een pol. Een gratis pol. Een polo. Krijg je een polo. Ik ben buiten, Jordi. Ik ben buiten. Oh, wacht. Ik kom eraan. Ik liep ondertussen... Weet je waar ik uit ben gekomen? Midden in een village. What the fuck? Oh, is dat onze village? Zeg maar, zit die... Nee, gewoon echt een village. Ja, een village. Wij wonen vlak naast een village, Rick. Heb je deze al geloopt, of niet? Ja. Als het goed is wel, want er was geen blacksmith. Ik heb een paar afleveringen gemist. Nee, de eerste aflevering. Toen was je er namelijk niet. Nee, dat was ik er nog niet, nee. Nee, dat is eigenlijk een beetje stom geweest. Maar toen was je XXL Gameplay aan het opnemen, weet je nog? Ja, ik ben altijd XXL Gameplay aan het opnemen. Heb je die van vorige week gezien? Vast niet. Welke was het? Die horror game. Nederlandse horror indie game. Echt een toffe game. Oh, die. Nee, ik kon er niet echt zo heel erg van schrikken. Ik ging er een beetje doorheen klikken natuurlijk. Ja maar het is, als je er zelf in zit, schrik je er wel van, hoor. Ja, dat is een beetje hetzelfde met Amnesia. Nieuwe Amnesia. De nieuwe Amnesia lijkt me echt matig. Ik heb nog niet gespeeld. De nieuwe Amnesia lijkt me ook onwijs matig, want ik heb echt al onwijs veel dingen doorgeskipt. Zo, maar ja, het boeit me eigenlijk geen de flikker. Ik wil gewoon weten of het een beetje eng is. Maar het leek mij niet echt zo heel erg eng. Nee. Weet je, het probleem met Amnesia is... Het probleem is, ze kunnen niet gewoon deel 1 pakken, zeg maar, en dat gewoon verbeteren. En dat daar gewoon op verder gaan, want daar heb je al custom maps voor. Klopt. En daardoor moeten ze dus helemaal gaan vernieuwen. En dat is gewoon kut uitgepakt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Left 4 Dead, als die deel 3 gaan maken. Ze kunnen gewoon... Deel 2 was gewoon heel goed, weet je. Alleen ze kunnen niet gewoon nieuwe maps maken en klaar. Want dan krijg je gewoon custom maps van Left 4 Dead. Die bestaan gewoon. Ja, maar dat heb je al. Hè? Je hebt dus Left 4 Dead, alles over de... Maar Left 4 Dead 2 was eigenlijk al een uitbreiding om Left 4 Dead 1, dus... Ja, precies. En de vraag is dus, wat gaan ze doen voor Left 4 Dead 3? Ik gok dat ze echt heel veel nieuwe zombies gaan toevoegen dan. Dat is denk ik mijn gok. Want voor de rest kunnen ze niet zoveel verbeteren. Die game is gewoon al goed. Wat ik gok is denk dat het hele concept wordt aangepast dan maar. Ja, precies. Dat vrees ik ook. Alleen waarschijnlijk wordt het dan weer kut. Net als bij Amnesia. Ja, weet je wat ik ook vrees? Dat ik de weg kwijt ben geraakt. Je moet... Oh, Jordi. Ik ben hier gewoon boven. Ik zei het net nog. Ik onthoud dit. Het is gewoon makkelijk, maar... Ik ga proberen mijn Livium die ik voor jou gehad heb eventjes te healen. Oh, ik heb het alweer gevonden. Laat maar. Hoe gebruik je die computer? Ah, ik heb hem. Rechter muisknop gewoon. En dan ding, 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 ding. Dat hoor je dan. En dan is iedereen blij. Echt waar? Ja, je hoort ding, 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 ding. Hey, diamonds! Maar dit is mijn box, dat weet ik niet. Ik heb diamonds, Rick! Ik zit nu in mijn box, joh. Dat weet ik niet. Oh, dat is de computer. Waarom gebruik ik nou de computer? Rick, ik heb diamonds. Dom, Rick. Ik heb nu 9 diamonds en een diamond pickaxe. 9 diamonds, Jordi! Ja, ik heb echt iets van 3 keer diamonds gevonden. Wat kon je ook weer maken met die diamonds dan? Dat weet ik niet. Misschien een masterbal? Nee, maar als we een masterbal kunnen maken... Dude! Dan zijn we gewoon... Wat is dit hier? Dan zijn we gewoon de masterbal We pro. Moeten echt weten hoe je een masterbal kan maken. Nog meer diamonds! Jordi, je wordt gek. Stop. Ik heb trouwens de oude ingang gevonden van onze mine. Wacht, ik kom je redden via de oude ingang. Nee, doe dat maar niet, want dan gaat het helemaal verkeerd. Ik heb 13 diamonds nu. En een diamond pickaxe. Weet je nog waarom we überhaupt de grotten in zijn gegaan, Jordi? Voor iron, en ik heb 55 iron. En ik heb er 3. Oh, zo. Kut, ik zit in een gevecht met een goblet van level 42. Fuck my life. Nou, 3 keer raden, wie gaat er winnen? Ik heb even kool nodig. Ik heb kool. Ik kom naar je toe nu. Ik heb de weg namelijk weer gevonden. Mag ik ook 3 diamonds voor een pickaxe of... Je mag mijn pickaxe lenen. Ik denk dat we die diamonds gewoon even wegstoppen, want ik denk dat je daar misschien een masterbal mee kan maken. Zou heel tof zijn. Waar was die gang dan? Want ik sta nu bij de furnace en de crafting table. Ik heb door een muur een trappetje gemaakt in ieder geval. Oh ja, ik zie hem hier. Ik kom je redden, Rick. Ja, het loopt helemaal out of sync, omdat jij hoort mij natuurlijk wat later en dit is de recording, dus dat is altijd heel erg kut. Van wat is dat ook alweer? Dat is de Pokémon Center. Wat? Pokémon Center. Jawel, hè? Toch ja, wel. Ja, Pokémon Center. Ik ben bij Pokémon Center. Ik zie je, Rick. Rickert! Waar? Daar! Ja! Ik hoor trouwens nu de epische muziek op de achtergrond, alleen staat net iets te hard. Dus op het. Wat doe jij? Oh. Ik kot redstone. Oké, wat je wil... Hier, diamond pick, alsjeblieft. Ja, ik gooi gewoon met die diamond pick eens gewoon. Wat kunnen we niet een enchantment table maken? Dan hossel ik wel wat. Ik wil gewoon graag een enchantment table, Jordi. Oh, nou, dan doen we dat. Hossel maar wat obsidian dan. Maar ga alsjeblieft niet dood met die diamond pickaxe. Wat? Ga alsjeblieft niet dood met die diamond pickaxe dan. Ik zal mijn best doen, Jordi.
Rick, ik vind dat we hier een stadje van moeten maken. Een Pokémon stadje. En dan maken we een Elite 4. Kom op. Even kijken hoor. Dat is toch awesome? Dan nodigen we kijkers uit die een team mogen samenstellen van 5 Pokémon. En dan zijn ze allemaal level 50 en dan mogen ze ons gaan verslaan. Dat is toch een idee? Ja, maar dan worden we ingemaakt omdat ik een level 15 Leafeon heb. Voor de... Oh, what the fuck, Jordi, kom eens hier! Ja, maar wij hebben er nog zoveel... Kijk dan die Pokémon! Wauw. Dit is echt de vis op het droge. Kijk, dat is zo zielig. Red het zeehond. Hashtag red de zeehond. Free de zeehond. Free Willy. Fuck, is echt retarded. Oh nee, ik heb een gevecht. Oh, ik zit vast. Wat? Oh, ik doe niet meer. Veel succes met het gevecht, jij gaat dood. Ik ga dood. Ik zit echt een Raticate van level 25. Je kan ook bos Pokémon vinden en dan kan je dus speciale items krijgen, zoals extra Pokéballs. Yo, die gaat een stukje Pokéballs maken, we kunnen helemaal geen Pokéballs. Ja, dude, ik ben bezig. Dude, laat me. Maak ze harder, maak ze harder. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Ik ben dood. Nou, mijn Pokémon zijn dood. Ik heb het altijd zo gedaan. Het staat PvP trouwens aan. Oké, dat wou ik even testen. Dude. Sorry hoor. Alleen voor mij krijgen we geen honger, want ik heb al mijn food nog. Ah ja, ik heb hem op peaceful gezet. Ah, oh, ik vind enemies leuk. Ja, ik vond het een beetje irritant worden. Ik heb ze net op peaceful gezet. Jordi, wat de fuck heb je gedaan met die boompjes? Eén boom steekt heel random uit, zeg maar. Welk boompje? Wat doe je hier? Wat ben je aan het doen? Kijk dan! Deze staat gewoon random op een blokje dirt. Ah, Yuri weer. Yuri. Oh, maar we kunnen die rode nu pakken. Met die rode kunnen we normale pokeballs maken. Ja. En met zwart en geel kan je ultrabals maken. Dus onwijs veel zwarte en gele pakken. Zoals je kan zien hier in dat grote veld hier. Zo hebben we al onwijs veel. Ik ga even op jacht naar Obsidian voor een enchantment table. Ja, ik word even wat sugarcane zoeken en shit. Wil je gewoon even de normale Minecraft shit, want dat begrijp ik tenminste. Zal ik ultrabals of greatbals maken? Greatbals zijn wat makkelijker te maken. Ja, maar ultrabals zijn wel ultra goed. Oké, dan ga ik kijken of ik de ultrabals kan maken. Maar als ik niet genoeg heb, zeg maar, dan ga ik voor de greatbals. Oké. Ik ben nu al die apricorns aan het harvesten voor pokeballs. Weet je waar ik opeens gigantisch veel zin in heb? Om te fappen. Pokémon Snap. Heb je die game ooit gespeeld, Jordi? Is dat met die, dat je... Foto's moet maken. Foto's moet maken, ja, in dat minecarretje. Ja. Ja, die heb ik gespeeld. Alleen... Wat een goede game. Het zat er maar, je moet maar iets van 5 levels of zo zat erin. Nou, 10 of zo. Nee, 5. Jordi. Ik heb deze game. Ik heb hem liggen hier. Ik weet, waar ik het over heb. Ja, volgens mij waren het 5. Oké, misschien 10 levels, maar het was wel in ieder geval heel kort. Het was nou heel niet beperkt, echt... ja. Ja. En heb je wel Mew gevangen? Laatste level kun je Mew fotograferen. Ja, heb je dat gedaan? Nee, nooit zo ver gekomen. Oh, jammer. Dat is wel echt episch. Dat is een epische battle eerst. Het is gewoon echt een boss battle. Het is een regenboog. En ja, maar je kan dan zeg maar van Mew kun je een foto maken die is 10.000 punten waard. Dat is zeg maar de jackpot. Mm-hmm. Ja, ik heb al een video gezien van iemand die het is gelukt. Eens even kijken, want ik heb 19 blue apricorns. Zou het nog iets met lapis kunnen trouwens? Nee, niet meer. Vroeger wel. Vroeger. Vroeger. Toen was alles beter, hè? Precies, vroeger was alles beter. Ik weet niet meer waar mijn black apricorns zijn gebleven. Dat is racistisch. Oh, net als Zwarte Piet, Jordi. Oh jee, gaan we nu zo black beginnen. Black apricorns zijn racistisch, we gaan ze afschaffen. Ja, vind ik ook, Rick. Vind ik ook. Ik had iets geretweet op Twitter van licht getinte Piet ging uit fietsen. Vond ik wel mooi. Ja, maar ze willen dus Zwarte Piet nu gaan afschaffen, hè? Gewoon voor 2014. Nou, ja, ik wou zeggen, 2013 gaat het sowieso niet lukken. Maar het is gewoon bullshit. Het is gewoon complete bullshit. Bullshit, ja. Ja, kort samengevat. Ja. En dan die yellow apricorns erin dieven. Oké, okay, kijk, hoeveel obsidian heb ik nodig? 4, toch? 5, 6, 28? Ik zou het niet weten. Oh, cool. En denk ik vet random hippe muziek. Ja, die muziek is echt goed gedaan. Ja, nice. Ik weet niet waar die muziek vandaan komt. Nou, uit je computer. Ja, godver. Je begrijpt me ook wel, Rick. Ik begrijp je, Jordi. Oké, mooi. Ik voel je, broeder. Ik ben blij dat je me begrijpt, man. Geen moeite. Oké, ik heb een diamond hammer gemaakt voor die... Een hammer, oké. Tof. Ja, zodat we makkelijker... Voor de muziek uit te zetten. Dingen kunnen maken. Pokeballs. Ik heb eigenlijk even je hulp nodig met het maken van pokeballs, Rick. Waarom heb je daar mijn hulp voor nodig, jongeman? Omdat ik... Het gaat niet zo makkelijk zo. Waar ben je? Ik ben in Poketopia. Ik ben weer in de mijnen verzuild geraakt. Ik wil dit niet, nee. Kan je alsjeblieft daarboven terugkomen? Want dan... Ja, hoe? Hoe, Jordi? Nou, met die ene trap die... Ja, maar ik weet niet waar die trap is. Oh, ja. Ik heb een vuursteen gevonden. Oh, had je hebben we die al?
Nee, hebben we nog niet. Maar je hebt toch sowieso, je hebt een paar delen nodig voor die vuursteen. Oh, je hebt iets van 4 van die delen nodig voor een vuursteen. Oké, ik zit weer in de mine, alleen de vraag is, je moet dus eventjes die furnace vinden van ons. Ik vind echt overal zombie meat, echt waarom? Ja, dat zijn van al die beesten die er doodgaan, al die Pokémon's die droppen zombie meat. Ja, ze gaan heel vaak door de lava heen. Ja, klopt, en dan gaan ze dood en dan droppen ze zombie meat. Elke Pokémon dropt weer wat anders, hè? Oké, ja, maar bij volgens jou droppen ze allemaal zombie meat. Nee, maar al die Pokémon's die daar beneden zitten, al die Golbats, die droppen zombie meat. Oké. Ah, het onweer, fuck my life. Verdorie. Maar ze droppen gewoon random. Je bedoelt, ze droppen gewoon zonder dood te gaan, droppen ze ook al zombie meat? Nee, dat bedoel ik niet. Gewoon met dood gaan, droppen ze zombie meat. Dat bedoel ik. Ah, oké. Ik ben echt weer hartstikke verdwaald, dus momenteel. Ja, nou, dat is kut voor jou. Ik ben je ondertussen pokeballs aan maken. Ik heb wel kool gevonden. Maar het is een hoop goed. Dit is ook echt lekker leuk voor de kijkers om naartoe te kijken zo. Dit is hartstikke leuk voor de kijkers. Wat ben je nou aan het doen dan? Ik ben pokeballs aan het maken. Het meest irritant om naartoe te kijken. Waarom? Is het irritant? Ja, ik doe constant precies hetzelfde dit. Daarom heb ik eigenlijk je hulp nodig. Ga wat sneller. Maar ja, omdat jij weer verstopt zit in de mijnen. Ik ben wel goed in verstoppertje, ja. Ga weg, Nidoran! Flikker op! Oh god, ik heb weer een spinnenspannen gevonden opeens. En garde! Er zit een Nidorina aan het Pokémon Center. Flikker op! Flikker op, Nidorina! Ja, ga weg! Je bent racistisch. We gaan je afschaffen. Precies, je bent een vrouw. Ga weg. Ja, oh, dat is waar ook, ja. Wat ik zo kut vind aan Nidorina en Nidoran is... Ik heb echt het gevoel dat ik toen ik Pokémon speelde... dat ik een van de twee een keer shiny ben tegengekomen zonder het te weten. Want de shiny versies zijn zeg maar omgekeerd. Dus dan is het mannetje is roze. Oh, echt waar? Ja, en het vrouwtje is blauw. Dus als je een shiny hebt en je weet niet welk is... dan kun je gewoon een shiny hebben zonder het te weten. Stop eens even met je microfoon op, alsjeblieft. Ja, mijn microfoon viel van mijn bureau af. En hoe kan die microfoon van je bureau afvallen? Je was er gewoon mee aan het happen. Gewoon, doe niet. Ik weet dat er kruimels af en toe in zitten. Moet je niet eraf eten, weet je? Er zit ook wel eens haar in, dat is echt vies. Oh ja, die van mij ook, ja. Ik weet ook niet hoe dat kan. Ik weet echt niet hoe dat kan. Hoeveel komen die haren vandaan? Nou, ik zou wel één ding kunnen begrijpen waarom die haren erin zitten. Want Rick heeft ooit eens een keertje zijn scheet opgenomen met een microfoon. Oh ja, dat was lachen. Dat was met Jordi aan het skypen. Jordi, ik ben zo verdwaald in deze mijnen. Wat is dit? Ja, dat is niet mijn schuld. Nee, is de mijn schuld. Ja. Minecraft. Minecraft. Heb je trouwens wat meegekregen van Q-craft? Wie? Q-craft. Wie? Q, als in de Q, voor Q-music en dan craft. Nee. Het is van Google. En Google die gaat zeg maar Minecraft, alleen ze gaan zeg maar een mod maken. Waar eigenlijk wordt het uitgegeven als een hele nieuwe game. Die natuurkundige kwantummechanische principes gaat uitleggen door middel van Minecraft. Oké, en... Zeg maar een beetje te spelen met de kwantummechanica, kun je dan... Ik weet niet, wordt een soort van mod. Okay. De trailer was zeg maar gewoon Minecraft. Alleen hadden ze dan soms deuren en muren en die werden dan soms eventjes groen en dan waren ze weg. En dan kon je zeg maar muren spannen en weer weghalen. Zo van, wauw, dit is echt mega kwantummechanisch dit. Ik snap ook niet wat kwantummechanica is, Rick, dus... Kwantummechanica is, zeg maar, als je deeltjes heel klein worden, als je echt naar atomen specifiek gaat kijken, dan gelden de natuurkundige principes niet meer. Wat logisch is, dat gaat dan niet meer op. Zoals je vast al gehoord van Schrödinger's kat? Schrödinger's kat, ja. Ja, dat is dus iets wat zegt dat als je niet weet... als je iets niet meet, dan is het zowel wel als niet zo. Zal ik het proberen uit te leggen zoals Schrödinger het deed? Ja. Want Schrödinger gebruikt dus Schrödinger's kat als voorbeeld ervan. Want stel je hebt een doos met een kat erin. Mm-hmm. En daarin zit een bom. Ja. Ja? Een stille bom, een flesje met gif, zei Schrödinger. Uh-huh. En daarbij zit een klokje. Er staat van, één atoom. En atomen hebben een halveringstijd, oftewel binnen de tijd is de helft. Oké, ja, je hebt het al verloren. En de halveringstijd is een uur, oftewel er is 50% kans dat het atoom vervalt en dan gaat het flesje gif kapot en dan gaat de kat dood. Ja? Nee. Je raakt het idee is dat je 50% kans dat de kat in de doos doodgaat. Hoeveel procent? Alleen 50%. Oké, de kat gaat dood binnen 50%. Oké. Binnen een uur. Binnen. Alleen de vraag is dus na een uur, is die kat dood of niet? En dat weet je niet, want dan moet je in de doos kijken, want het een stille bom is. Ja. En tot dat moment is in de kwantummechanica de kat zowel levend als dood. Dat is Schrödinger's kat. En voor deeltjes werkt dat zo. Sommige deeltjes zijn zowel bestaan als dat ze niet bestaan. Oh god. Dus
heel ingewikkeld, maar dat is de kwantummechanica. Want voor een normaal mens is dat niet logisch dat het zo is, maar het is wel zo. Oké, dus bijvoorbeeld in wiskundige theorie is het eigenlijk gewoon zo dat de kat die leeft, maar hij leeft ook eigenlijk ook weer niet. Want er is altijd nog een procent kans dat hij leeft of dood. Oké. Wow. Heavy, dude. Heavy. Deep shit. Zo. Ik ben nog steeds verdwaald in de mijnen. Het is echt kut. Kun je hem niet gewoon teleporten of zo? Dat kan ik doen. Dat kan ik doen. Maar dan... Nee. Dat doe ik dan weer niet. Oh, nee. Jordi is echt zo'n moraalridder. Die doet dat niet, weet je wel. Nee, ik heb zojuist al mijn ultraballs helemaal zelf gemaakt. En jij krijgt helemaal niks. Totdat je pas uit die fucking mijn komt. Het is allemaal jouw schuld, Rick. Je kan ze moeilijk aan me geven als ik in de mijn ben. Want dan ben je ook verdwaald. Ja, dat ook. Maar nee. Verdomme. Laten we deze video hier beëindigen, Rick. Nou ja. Ik bedoel, jij zit vast in de mijn. Ik heb de ultraballs gemaakt. Ja. Ik heb in ieder geval wat gedaan deze episode. Ik weet niet wat jij hebt gedaan. Ik heb 5 obsidiën verzameld. Dat ging je doen, ja. En je hebt een verhaal verteld. Ja, toch? Je hebt een verhaal verteld, toch? Ja. Dus vond deze video leuk, doe dan een groen duimpje. Wie er mee op, zie je de volgende keer. En de volgende keer gaan we nog verder waar we vorige keer waren gebleven. En vorige keer waren we hier gebleven. In ieder geval, tot dan. En how do, bitches. Bye.